het filmpje konden zien wil ik veel gelaagdheid aan de voorzijde aanbrengen in het gezicht van Telly. Maar aan de achterzijde wil ik maar één laag creëren, zodat ik een volle mooie lengte overhoud, maar toch nog wel met een beetje beweging. Ponygedeelte afgedeeld, hoogste punt van het hoofd tot aan het oor. Ik heb twee vlakken aan de zijkant, twee vlakken aan de achterkant en de ponypartij. Nou, de eerste laag is bepalend wel voor de gelaagdheid aan de voorzijde van het haar. Dus wat ik doe, ik haal het ponygedeelte los, kam ik het helemaal door en projecteer ik deze passé naar voren en bepaal ik waar ik mijn eerste lengte wil hebben. Nou, ik wil dit dus net een paar centimeter onder de kin hebben. Ik plaats daar mijn vinger en ik hou dat punt in gedachten. Vervolgens projecteer ik het omhoog en met een inkniptechniek haal ik dus mijn lengte eraf. Ik werk met een vaste gidslijn, dus de ponypartij kan je naar één punt projecteren, de passé in geheel afknippen, want de lagen naar buiten worden dus langer, want die wil ik mooi met de ronding van het gezicht naar beneden weg laten vallen. De volgende passé die ik pak, en helaas zien jullie dit nu niet, zo dadelijk wordt het wel duidelijk aan de andere kant, maar het is een horizontale passé die ik opneem en die projecteer ik naar mijn vaste gidslijn. Dus alles gaat naar het midden. Met een vaste gidslijn is het zo. Elke passé legt er een langere afstand af tot aan de gidslijn en daarmee creëer ik langere lengtes aan de zijkant. Ik blijf werken met een inkniptechniek, zodat de laagjes straks mooi in elkaar overlopen. De passés die ik nu opneem kunnen jullie helaas niet zien, maar zo dadelijk aan de andere kant wordt het duidelijk, want dan is het de kopie en dan krijg ik het wel goed in beeld. Wat ik doe is een horizontale passé opnemen. Ik projecteer hem naar mijn vaste gidslijn in het midden, want ik wil langere lagen aan de zijkant creëren. En sluit deze aan met de inkniptechniek met de passé waarmee ik begonnen ben. Nou, hoe dik zijn nu de passés die ik opneem? Kijk, dat is per model is dat verschillend. Wanneer iemand wat fijner haar heeft, kan ik een wat bredere passé opnemen. En wanneer iemand wat grover haar heeft of wat dikker haar, neem ik wat smallere passés op. Nou, nu kun je dus goed zien de scheiding die ik trek. Ik neem een verticale scheiding. En ik ga heel bewust met mijn lichaam weer aan de andere kant staan. Dus ik kijk wel even de scheidingspatroon die ik in het haar maak. Ik kam het naar mijn vaste gidslijn. En ik blijf aan één kant staan om te knippen. Waarom? Het makkelijkste is altijd van onder naar boven knippen. Dan blijft namelijk je schouder blijft laag, je rug blijft recht. Het is gewoon een wat relaxte manier van knippen. Nou, ik ga op deze manier door. Ik blijf werken met mijn horizontale scheidingen. Projecteer alles naar mijn eerste punt en maak de verbinding. Hierdoor krijg ik een hele mooie omlijsting in het gezicht met laagjes die ik dus ook wil creëren. Want ik wilde aan de voorzijde, wilde ik bij Telly gewoon veel beweging in het haar aanbrengen. De allereerste passé die je dus knipt is bepalend voor de voorzijde van de beweging. Heb je nou bijvoorbeeld een klant die zegt van oeh, niet te kort en je zou veel langer gaan beginnen, dan snap je dus ook dat je eindresultaat ook veel langer en langer is. Ga dus goed het gesprek aan met je klant om de gelaagdheid te bepalen in het gezicht. Wanneer ik dan klaar ben met de voorzijde, als ik allebei de partijen naar voren naar mijn vaste gidslijn heb geprojecteerd en heb afgeknipt, dan kam ik het naar beneden mee met de gezichtsvorm om te controleren. Want wanneer je een partij te lang zou hebben gelaten, of wanneer je denkt van mijn gelaatheid is nog te lang, is dit het punt om het over te doen. Dan hoef je niet heel het kapsel over te doen. Dus hier kan je al met de klant gaan kijken van je het oké of zou je het eventueel nog wat korter willen. Nou, ik wil de connectie met de achterkant maken. Dus ik ga zo dadelijk aan de bovenzijde een nieuwe gidslijn pakken om aan de achterzijde de connectie erin te maken. Ik wil dus aan de achterzijde de topzwaarte eraf hebben. Ik wil maar één laag creëren met een langere laag die eronder uitkomt. Nou, ik heb het in twee vlakken verdeeld aan de achterzijde. Ik haal het eerste los. Ik neem een horizontale scheiding en ik kam hem recht omhoog. Ik projecteer hem recht omhoog. Dan pak ik van het hoogste punt van het hoofd mijn laag. Dat is dus een lange laag. En dan knip ik een horizontale lijn af. Nou, ik vind het zelf persoonlijk fijn om de spanning op mijn passé te houden. En je ziet me bijna buiten beeld, zie je me knippen. Wat je ook kan doen is je arm laten zakken en dan knippen. Heel eerlijk, dat is beter voor je lichaamshouding. Maar als ik werk met een vaste gidslijn,
Dan hou ik al het haar in mijn handen, dus het wordt steeds meer en meer en meer. En dan vind ik het zelf persoonlijk makkelijker om de spanning erop te houden. Dus ik heb een horizontale gidslijn gepakt. Ik projecteer het omhoog naar mijn horizontale lijn. Excuses, net buiten beeld. Maar met een inkniptechniek knip ik hem gewoon helemaal recht af. Dit doe ik helemaal tot aan de onderzijde dat er geen haar meer komt. En je begrijpt dus nu ook al, elke laag die ik nu naar boven projecteer, wordt langer en langer. Dus in verhouding gaat er ook steeds minder haar gaten vanaf. Nu heeft mijn model Teli heel dik en zwaar haar en is het een hele mooie kniptechniek. Maar deze kniptechniek pas ik ook heel veel toe in wat fijner haar. Want dan wil je toch wel een volle lengte aan de achterkant erin houden, een mooie volle laag, maar wel dat die toplaag net even wat korter is om wat meer speelsheid in te brengen. Let wel op, als je deze kniptechniek toepast in wat fijner haar, dan is het altijd het mooiste dat je de onderkant nog wel even iets wat ophaalt, dat die wel mooi massief blijft aan de onderkant. Nou, nu aan deze kant kan je heel goed mijn scheidingspatroon kan je zien. Ik neem dus een rechte scheiding, mijn vorige passé van de andere kant neem ik mee. Dat wordt mijn gidslijn, die heb ik namelijk dus al geknipt. En ook nu weer projecteer ik alles naar boven. Nou, ik werk nu met een horizontale lijn. En ik blijf voor jullie nu voor de camera blijf ik aan één kant staan. Maar als ik met een horizontale lijn werk, dan ben ik dus niet van laag naar hoog aan het knippen. En dan zou ik ook mijn lichaam aan de andere kant kunnen plaatsen. Maar om het duidelijk in beeld te brengen, ga ik dus aan de andere kant staan. En projecteer ik alles naar mijn vaste gidslijn in het midden. Wat belangrijk is bij het lange haar knippen, is dat het haar gelijkmatig vochtig is. Je hebt natuurlijk wel eens klanten die zeggen van, nou, ik heb het vanochtend al gewassen, spuit maar even nat met een waterspuitje. Maar dan krijg ik onregelmatige stukken met plekken die vochtiger zijn en wat droger zijn. En dan kan het haar ook gaan knopen en gaan klitten. Je wil je kniptechniek zo snel mogelijk en zo secuur mogelijk, wil je hem erin hebben. Dus ten alle tijde zal ik eerst mijn klant gaan wassen met een goede shampoo, met een conditioner, dat het haar goed geconditioneerd is en dat mijn kam makkelijk door het haar heen glijdt. Je wil niet bij elke passé gaan kammen, want op een gegeven moment dan raak je ook gewoon je overzicht raak je kwijt. Dus altijd eerst goed wassen, conditioneren en dan is het heel makkelijk om dit modelletje in een kwartier tijd erin te knippen. Wanneer ik dan alles geknipt heb, ik heb de voorzijde gedaan, ik heb de achterzijde naar boven geprojecteerd, ik heb de connectie gemaakt met de voorzijde, dan hoef ik alleen nog maar de buitenste lijn hoef ik maar te knippen. Nou, ik kam dus alles nu in model, ik kam het in de natuurlijke valling en dan wil ik alleen aan de onderzijde wil ik dus nog een punt wil ik er afhalen. Het haar hoef je niet meer af te delen. Je hebt namelijk alle lagen heb je erin geknipt. Nou, ik laat nu het model staan. Bij de klant doe ik vaak de stoel omhoog. Ik ga zelf op een krukje zitten. Als ik de achterzijde wil knippen, dan draai ik even de kapmantel. Want dan zit het gat van de kapmantel voor mij niet in de weg. Nou, ik kam het in zijn natuurlijke valling. Het hoofd is recht, de schouders zijn recht. Niet dat ze de hoofd scheef houdt, want dan zou ik ook een scheve lijn kunnen gaan maken. Ik draai je model nu eventjes goed naar de camera. En dan met de kamcontrole techniek haal ik net de onderste partij haal ik eraf wat nog nodig is. Er zit nu het is een beetje een vertekend beeld, omdat er een oude kleuring in zit bij Teli. Maar op mijn YouTube film of op mijn YouTube kanaal staat ook de film van de kleurtechniek die bij deze kniptechniek hoort. Nou, ik doe zonder spanning op mijn vingers. Projecteer ik het haar naar beneden met mijn kam op deze manier. En dan knip ik met de ronding mee, want we hebben natuurlijk lagen gemaakt, knip ik de buitenste lijn erin. De afgelopen periode ben ik veel op kapperscholen geweest om presentaties te geven. En links en rechts heb ik dus echt wel gehoord dat er heel veel scholen mijn filmpjes gebruiken om ook leerlingen te leren hoe dat ze het beste kunnen knippen. Nou, ontzettend leuk natuurlijk, maar om dan even in de termen te blijven. Ik heb toenemende lagen heb ik geknipt en aan de onderzijde een massieve lijn, een rechte lijn heb ik erin gemaakt. Nou, ik wens weer iedereen heel veel plezier met deze kniptechniek. En wat ik ook al aangaf, vergeet niet de andere film te kijken met de hele mooie kleurtechniek die hierbij hoort.
Nou, ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken en succes allemaal!